Bam, we zijn begonnen. Dat is echt uitstekend, man. Ja. Daar heb je voor gekocht, of niet? Ja, voor dit shot. Slam, bam, klababber. Nee, gewoon bam, we zijn begonnen. Oh, dat is dan nieuw. Dat is nieuw. Ja, oké. Okay. Nou, dat is 2018, we zijn helemaal nieuw. Ik hou van innovatie. Ja. Nou, begin maar. Ja, maar oh, oké. Okay. Gaan we gewoon... Ja, je mag zeggen. Nee, je kijkt een commentaar natuurlijk. Het item waar we in jouw comments bespreken... die je deze week hebt achtergelaten op instantgamer.nl. En het belangrijkste of het leukste of het meest merkwaardige nieuws. Ja, we moeten wel zeggen, we nemen dit op een woensdag. Want het is donderdag gisteren, als je dit zit te kijken. Of misschien wel eergisteren, als je het zaterdag Jezus. Kijkt. Was het hemelvaartsdag. Ja. En vrijdag was deze toko waar we nu in zitten gewoon dicht. Ja, hartstikke op slot. Dus daarom nemen we dit nu op woensdag op. Dus mocht er schokkend nieuws zijn... Dan hebben we pech. Hebben we dat net gemist. Gooi het dan in de comments onder het nieuws en dan zien we het vanzelf wel, toch? Ja. Ja. Er was wat nieuws over Nintendo. Ja. Nintendo heeft namelijk geen virtual console voor de Nintendo Switch. Ze hebben namelijk eindelijk hun online plannen laten weten. Of plannen, ja, er komt een betaaldienst voor online. Je kon nu nog pas een soort van test, je kon lekker online gamen. Maar na de zomer moet je daarvoor gaan betalen. Ja, 20 euro per jaar gaat het kosten. Dan heb je dus diezelfde online dienst. En je kunt gebruik maken van een soort van gratis spellendienst. Waarbij er in ieder geval bij de launch 20 gratis NES games beschikbaar zullen zijn. Ja, maar geen virtual console. Geen meer. Virtual console. Nee. En dat vind ik eigenlijk best wel jammer. Ik heb toch een beetje... Switch is niet per definitie een console waar je veel mee online zal spelen. Ik bedoel natuurlijk wel de Splatoons, de cards, dat soort games. Ja. Maar ik vind het toch wel heel fijn dat zoals de service die Microsoft en Sony hebben... waarbij je ook gewoon echt volledige games kunt spelen. Ja, maar virtual console is echt puur alleen die oude games. Ja, I know. Maar dat, en daarvoor hebben ze nu toch die mini NES en die mini SNES. Ja, daarom. Dan zouden ze zichzelf toch in de voet schieten. Ja. Maar ik vind het wel echt heel jammer, want het zou toch heel tof zijn om bijvoorbeeld N64 of GameCube games op je Switch te kunnen spelen. En daar had ik stiekem op gehoopt. Dus ik jubel nog niet om deze aankondiging. Ja, maar eigenlijk is het, die aankondiging is een soort van je betaalt voor een clouddienst, toch? Ook dat. Ja, dat is eigenlijk het enige. Dat is eigenlijk het meest vernieuwende. Dat is, ja. Ja, je kan online spelen en je kan in de cloud dingen doen. Saven. Ja. Je save games. Ja, Ja. Maar ja, het is toch, ik bedoel, het is nu wel de officiële aankondiging van Nintendo voor een live service. En ik ben niet blown away. Ik vind het gewoon Mono Jack zegt ook, wat een afknapper. Ik kies nog altijd liever zelf waar ik mijn geld aan uit wil geven dan random games die je bij een abonnement krijgt. Klopt. Ja, vind je dat ook? Ja. Nee, weet niet man. Ik vind het toch wel tof als je... Je wilt toch lekker zelf kiezen? Ja, maar ik vind het ook wel wat hebben dat als er weer zo'n aankondiging komt van deze games zijn voor de PlayStation en of voor de Xbox vanaf deze maand speelbaar. Dat je denkt van, hey, tof man, die heb ik eigenlijk altijd wel willen spelen, maar eigenlijk nooit over nagedacht om hem aan te schaffen. Dus of je wordt gewoon aangenaam verrast door een game die je in eerste instantie niet eens in het vizier had. Ik hou er wel van. Oké. Nou, we gaan het zien allemaal hoe dat gaat lopen. Ja. E3, over een aantal weken is het zover natuurlijk. En Jacco is bezig met een mooie serie over de E3. Met de pre-E3 2018. Hij heeft al een ding geschreven over Nintendo, een ding over Sony. En hij heeft er nu een over Microsoft geschreven. En daarin stelt Microsoft dat ze... Die hebben sowieso gezegd dat ze de grootste show ooit gaan doen. Ja. Microsoft pakt de E3 dit jaar heel anders aan. In plaats van een eigen plekje op de beursvloer verplaatst de uitgever alle festiviteiten naar het Microsoft Theater in Los Angeles. Om daar pers en fans een voorproefje te geven van de nieuwste games. Ze gaan zeggen natuurlijk de grootste show ooit. Ja, het zou een beetje raar zijn als dat niet zo. Ja, het zou heel gek zijn als ze zeggen van dit jaar wordt het meer. Ja, ik kan beter bij Sony gaan kijken. Ja. Ja, en onze games worden... Maar ik ben wel heel nieuwsgierig waar ze in godesnaam mee gaan komen, man. Vorig jaar was niet echt heel spectaculair of zo. Maar vorig jaar was een hele vette show vorig jaar. Maar het was vooral vet door de multiplatform titels die ze daar voor het eerst lieten zien. Weet je, we kregen daar voor het eerst Anthem te zien. Mm-hmm. Maar die show was zo vet omdat allemaal derde third parties daar voor het eerst een game lieten zien. Die werden daar aangekondigd. Dus daarom maakt het indruk. Weet je, een eigen IP, zo ja, Ori. Dat was leuk. Oh ja. Yeah. Maar voor de rest, ja. Nou, ook dit jaar, weet je, sowieso zitten op een andere locatie.
Ze zitten niet meer op de beursvloer zelf. Ze hadden altijd een eigen stand. Dit jaar zijn ze nog wel op de beursvloer, maar dan met Mixer. Dus niet meer met het Xbox-merk. Nee. Je zou naar de Microsoft Theater moeten gaan. Als je, mocht je in LA zijn en je wilde naar Microsoft. Dus ze hebben een hele eigen feestje. En dat is best wel een ding. Want EA heeft natuurlijk al een heel eigen ding. Die zijn ook mee op de showfloor. Die hebben een eigen ding bij de Hollywood Palladium. Ja. Waar je ze kan gaan checken. Dat is het weekend voor E3. En nu heeft Microsoft ook een heel eigen fanfest. Ja, ook... het is echt letterlijk een fanfest. Het draait helemaal om de gamers. Dat de pers bij mag komen is eigenlijk een soort van godswonder. Nou ja, zo erg is het nou ook weer niet. Maar het is in ieder geval wel echt heel erg op de consumer gericht. En ik ben heel erg nieuwsgierig als ze met veel bombardie dit soort aankondigingen maken. Van, you gotta be there. Ja. Dan, ik kan niet wachten. Ik kan echt niet wachten op die Microsoft show. Nou, we zitten nu live op Instagram ook. We zijn dit nu live aan het streamen. En misschien kunnen we even aan iemand vragen. Ik zet even deze meuk uit. Wat zij van Microsoft verwachten tijdens E3. Zullen we dat gewoon even aan John Vrede vragen? Ja. Johnny. John Vrede. Kijk, we nodigen hem even uit. Kijken of dit werkt. Ja, kijk. Ja, hij ligt gewoon in zijn nest. Hij ligt nog in zijn nest. Hij ligt echt nog in zijn nest. John Vrede ligt nog in zijn nest. John, we hebben een vraag. We hebben een vraag aan je. Een minuut wakker. Je bent een minuut wakker. Ben je scherp? Ja, altijd. Oké, nou kijk, dus John, hij is een minuut wakker, hij ligt nog in zijn nest. Wat verwacht jij van Microsoft Xbox op E3 dit jaar? Nou, ze hebben beloofd dat het enorm episch zou zijn, dus daar ga ik dan ook wel van uit. En met de game Sea of Thieves kan ik eigenlijk ook niet anders verwachten, want ja, ik ben super fanboy. Ben jij fan van Sea of Thieves? Wauw. Ja, heel erg. Een van de weinigen. Ja. Dus ik verwacht wel, ze moeten ook wel, denk ik. Ze staan een beetje aan de afgrond, hè? Ja. Maar, ik denk dat ze PC-gaming wel op de kaart willen zetten, weer enorm. Oké. Okay. Dus ik geloof het wel. Maar wat? Geen idee. Geen idee. Wat? Geen idee. Nee, wij ook niet. Weet je, moet ze nog met de Halo komen? Ja. Dit mensen nog op Halo te wachten, denk je? Nou, ik hoop Age of Empires 4. Wat natuurlijk ook wel een exclusive gaat zijn. Ja. Ik weet niet of we het op de console gaan doen of wat dan ook. Maar ik hoop Age of Empires 4, Sea of Thieves. En misschien nog wel een kerkklapper van vroeger, ik weet het niet. Oké, nou we gaan het zien. Bedankt en slaap lekker nog. Ja, slaap lekker. Ja. Goedemorgen. Doei. Hey. Doei, John. Hoi. Ja, dat is dat is leuk. Ja, thanks John. Ja, goed. Fijne toevoeging. John verwachtte dus een beetje PC-gaming. Ja, want dat doet Microsoft natuurlijk wel goed. Als je een game koopt voor de Xbox, kan je ook betekenen spelen voor de PC. Als je een Microsoft game koopt, wel. Ja, ik vind dat trouwens echt hele fijne servers. Ja. Kan niet anders zeggen. En dan nog een laatste dingetje. Dat, nee, maar Barton zegt natuurlijk, want je kan natuurlijk ook gewoon comments achterlaten. Je hoeft niet live naar Instagram te kijken. Hoop mensen hier lijken te hopen dat de Xbox Show gaat tegenvallen. Maar ik heb er wel enige vertrouwen in. Die presentaties van de laatste jaren zijn in ieder geval steeds meer puur om games gaan draaien. Klopt. En minder om de blabla eromheen. Er zal toch achter de schermen wel aan wat nieuwe exclusives worden gewerkt. Ja, ik denk van wel. Dat kan ook niet anders. Want het is wel, laten we eerlijk zijn, het is wel een beetje drop of eronder nu voor Microsoft en het succes van de Xbox. Er moeten gewoon een paar sellers komen die ook de consoles weer op de markt zetten. Ze lopen gewoon, laten we eerlijk zijn, ze lopen gewoon best wel achter op concurrentie. Die Switch die gaat als warme broodjes ook al over de toonbank. Ja. Dus ja, ik weet niet, ik vraag me ook echt af. Welke exclusives zou ze mee moeten komen? We hadden het net met John al even over Halo. Ja. Ja, die franchise is toch een beetje is geen toch idee. Klaar? Ja, nee, ze hadden het natuurlijk met Sea of Thieves, maar ja, dat... Ze doet ook niet wat ze ervan hadden gehoopt. Nee. Weet je, ze hebben een Forza, maar dat is een race game. Race games doen het nooit goed. Ik weet het echt niet, man. Ik zou het echt niet weten. Gears, ook een beetje klaar. Gears is ook, die 4 heb ik nogal met enig plezier gespeeld, maar daar was ik ook niet echt blown away van. Nee. 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 Kom op Microsoft. Ja. Ja. Ja, ik weet niet. Ik ook goed, niet. EA die heeft een. Wat dat is een aandelenpraatje, aandeelhouderspraatje, volgens mij. Ja, en ze hebben voor het eerst eigenlijk best wel officieel gereageerd op het feit dat ze natuurlijk door de kansspelcommissie worden, dat FIFA wordt gezien als gokken. En EA is van mening dat dus niet zo is. Ja. En dat is nogal wat.
Ja, zeker. Volgens EA en hun Chief Executive Officer Andrew Wilson valt de populaire FIFA-modus Ultimate Team niet onder gokken. En daar, ze zeggen ook nog dat ze lootboxes vinden ze ook geen vorm van gokken. Nee. Een officiële verklaring is ook dat mensen, als je bijvoorbeeld Ultimate Team kaartjes kiest, koopt, dan weet je in ieder geval hoeveel items erin zitten. En ze zeggen zelf ook van ja, maar we keuren het ook af als die Zullen dingen. We nog aan een van onze kijkers vragen of ze misschien of ze wat van lootboxes sure. vinden? We gaan het gewoon vragen aan. Kijk, we proberen Julius. Super meta. Het is wel heel super meta inderdaad. Ja. Julius, neem op. Ja. Kijk, kijk. Julius, we hebben Julius hier live in de show. Ja, die is live in de show. Hij zit daar. Ja. Julius, wat vind jij van lootboxes? Is dat gokken, ja of nee? Ja, dat is gokken. Oké, bedankt Julius. Doei. Ik vind het zo leuk dat je gewoon live mensen in je show kan zetten. Helemaal eens. Ja, Julius vindt dus lootboxes is gokken en daar vind ik ook wel een beetje mee eens. Maar wat moet EA anders zeggen? Dus ja, moeilijk zeggen van ja. Nee, maar ja, het is ook wel een beetje. Het is op zich wel een goed punt, want Nol zegt ook. Ik denk dat het beter is dat ze bij EA heel stil in een hoekje gaan zitten. Dit gespartel werkt juist averechts. Daar ben ik het wel een klein beetje mee eens hoor. Want je kan wel met dit soort verklaringen gaan komen, maar daarmee kom je niet onder de uitspraak van de kansspelcommissie uit. Nee. En je zal die game toch echt gaan moeten aanpassen, of gewoon niet uitbrengen in een land waarbij die regels gelden. Dus ja, you're royally fucked. Dus ik vind het heel lief dat deze meneer dit vindt, maar je kan van alles vinden. Maar hier blijkt wel een beetje aan dat ze er niks aan gaan doen. Ze gaan niks aan die game komen. Ik vermoed van niet, nee. Maar dan gaan de boetes regelen. Ja, dan dat is wanneer de ventilator raakt. Dan hebben we de poppetjes aan het dansen. Nou ja, ze hebben natuurlijk wel, de kansspelcommissie heeft FIFA als een voorbeeld gebruikt. Ja. Ze wilden niet zeggen of dat echt een game is die op de lijst staat. Dus het zou zomaar kunnen dat FIFA en EA, dat er niks aan de hand is. Maar als er wel wat gebeurt, dan gaan zij in ieder geval niks doen. Nee. Nee, ik ben ook heel benieuwd wanneer dit balletje gaat rollen, eigenlijk. Ja, want dat moet best wel rap gebeuren. Volgens mij nog een paar weken. Ja, daarom. We houden jullie op de hoogte. Sowieso, ja. Goed, nou, ja. Dat was weer een rommelige commentaar. Ja, zoals het hoort. Wel met live kijkers. Feitelijk. Ja. Ja, met live kijkers. Ik vond het hartstikke gezellig. Ja, goed. Bedankt voor het live kijken. Dag mensen. Dat was commentaar. Zwaai ook even naar onze live Instagram kijkers. Oké. Tot de volgende keer. Fijn weekend. Ga je nog wat leuks doen? Ik heb mijn huis opruimen. Je huis opruimen? Ja, dat moet echt gebeuren, man. Dat is toch niet leuk? Ja, maar het moet gebeuren. En een beetje gamen. Wordt toch een beetje pleuris weer, geloof ik. Nee, man. Hartstikke mooi weer. Oké. Okay. Ik moet nog God of War nog uitspelen. Ja, Formule 1. Dus veel pol in als je meedoet. Ja, zeker. Of de dingen in. Toto. Ja, goed. Fijn weekend. Ga ciao. Dingen in. Doei. Doeg.